Dit is Vodafone Team Play Faster, waarin 10 van de beste Dota-spelers in deze villa worden getest op hun skills. Binnen en buiten de game. Nice! In deze aflevering wordt het erop of eronder. Wie heeft zich tegenover Dota-coach Kips bewezen als groot talent? De beste 5 neemt zij mee naar het prestigieuze ESL in Hamburg. Dit is Vodafone Team Play Faster. Gamers heb je wel vaak, die gaan dan tot vrij laat door. En ja, op die manier kan je dan natuurlijk ook niet om 8 uur alweer op de benen staan. Behalve eentje. Ik ga iedere dag, gaat mijn wekker om 6:30. Dus ja, als je dan hier opeens laat naar bed gaat, dan gaat mijn biologische wekker alsnog om 6:30. Dus dan ben je gewoon wakker. Nou, ik werd toevallig wakker van Mouse, die al een game aan het spelen was en heel hard tegen zijn teamgenoot zei, get back. Dus dan word je even wakker denken van, waar zijn we, wat, wie is dat? Oh, wacht even, ja. Het is duidelijk dat er een paar mensen iets gemotiveerder zijn vandaag en een paar wat minder. Ik dacht bij mezelf, ik heb amper geslapen. Opstaan! Marv, als het goed is, die lag lang lekker te slapen. Ik dacht, ze maken me wel wakker wanneer er iets gebeurt. Je moet echt wakker worden, man. Maar, geslapen of niet, de jongens zijn hier natuurlijk niet zomaar. Kips wil de kandidaten vandaag testen op hun communicatieskills. En roept ze bij elkaar voor een les die ze waarschijnlijk niet zien aankomen. Ik wil op dit bootcamp dingen doen die niet alleen met gamen te maken hebben, maar die ook helpen verder bij je algemene ontwikkeling. Ik wil jullie voorstellen aan een spreker die een heel bijzonder verhaal heeft. Dat is Jozef. Jozef Oelkas. Goedemorgen, mannen. Donderdag 23 december 2004. Een datum zoals jullie ook een datum hebben. Ik had mijn eigen ICT-onderneming. En een van mijn opdrachtgevers vraagt aan mij, wil je in Marokko zitten? Ik zat in mijn auto op de openbare weg. En ik zie tot mijn verbazing bij dat bedrijf allemaal mensen in uniform. En met shotguns en pistolen. En ik dacht, wat is hier aan de hand? Een soort van scène uit de film. En uiteindelijk komt er een douanier. Een man met een shotgun in zijn handen. En ik sta naast die douanier. En ik kijk. En ik zie allemaal bruine plastic pakketjes. En hij zegt tegen mij, beste meneer Oelkas. Ik zeg, ja? Ja, u moet toch even veters uitdoen. En de broekriem, want dan moet hij blijven. Ik was 24. Toen werd mij verteld, vanuit het niets, hè. Beste meneer Oelkas, u bent veroordeeld. En wel tot 10 jaar celstraf. En ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar het werd een scharniermoment, een keerpunt in mijzelf, of het geloof in mijzelf, of hoe je het maar wil noemen, is dat ik uiteindelijk zei, ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar hier blijven ze vanaf. Die talk van Jozef, die... Ja, ik vond het wel een inspirerend verhaal. Ja, vond ik wel heel indrukwekkend. Het was mooi om te zien dat iemand zoveel had doorgemaakt en dan toch nog die goede mindset had. Heel inspirerend en humbling. Het heeft me ook een beetje aan het denken gezet over hoe ik mijn leven wil inrichten en wat ik ermee wil bereiken, zeg maar. Ik heb jaren met iets gestruggeld en daar begin ik langzaam overheen te komen, maar ik ben er nog lang niet. Mijn onderrug heeft een hele harde tik gehad, waardoor ik in eerste instantie 3/4 jaar ongeveer in bed heb gelegen. Op het moment dat je in bed ligt, niet meer naar de universiteit kan, niet meer kan sporten, je raakt een soort van isolement wel. Als ik geen Dota meer had gehad, was ik waarschijnlijk heel veel contact kwijtgeraakt. Want Dota was nog wel mijn laatste grote contact met de buitenwereld. Ik sprak af en toe nog wel mensen hier en daar, maar onregelmatig en niet dagelijks. En Dota was wel mijn dagelijkse contact met mensen. Ik ben wat ik aan toe zou willen voegen, dat hoop ik. Want jij zei, ik ga er waarschijnlijk mijn hele leven er last van krijgen. Dan hoop ik, dat gun ik je echt oprecht, dat dat geen last wordt. Maar dat het gewoon onderdeel mag zijn van wie je bent. Ja. Dat gewoon, dat niet de overhand krijgen, want dat is niet wie jij bent. Jij bent niet je onderrug. Jij bent gewoon Thomas. Slijver. Yes. Ik wil dingen gaan doen. Ik moet weer stukken oppakken. Ik moet weer gewoon gaan leven. En al is dat een paar uur per week, alles wat daarbij helpt, helpt daarbij. Coach Kips heeft nog meer in petto. De jongens moeten laten zien hoe goed ze kunnen communiceren binnen een team. Want, net als in Dota, mag je je teamgenoten nooit, maar dan ook nooit laten vallen.
Jongens, we gaan een obstakelkoers doen. Dit is natuurlijk echt een klassieke teambuilding exercise. En het werkt echt om gewoon fysiek met elkaar bezig te zijn in plaats van alleen maar via muis, toetsenbord, typen, etc. Ik wil dat de sterke elementen van de teams hier ervoor zorgen dat de zwakkere elementen op hen kunnen leunen. Misschien wel letterlijk. Je moet met z'n allen over de finishlijn, anders dan ben je er niet. Wat wel nog even belangrijk is, de wandelende A, dat mogen jullie zelf gaan uitzoeken hoe dat werkt. Gaan we even lekker googlen. Overeind dekken, we eentje voor eentje voor, zodat je deze kant hebt. En dan moet je met eentje op overeind. Dan kan je gewoon dat ding opzetten. Ja, dan moet je dat doen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. De tijd wordt bijgehouden en degene die als eerste over het schot heen is, wint dit spel. Oké, boys, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké. Ja, het begon goed voor ons. We hadden die eerste challenge lekker snel, soepel. Toen kwamen we bij de wandelende A. Alleen gingen we een beetje schuin, de verkeerde kant op met de A. Hoi! Zat te schreeuwen en te hangen aan de zijkanten. Hopen dat mijn teamgenoten me niet op de grond niet te vallen. Andere kant. Heel Biggie, jij moet hier blijven staan. Dat was wel lachen. Succes, doe voorzichtig. Ja, precies. Tot de andere side. Viel ook van het rek af. En, maar ja, met samenwerking erbij heb ik het uiteindelijk nog weten te halen. Dat was even struggelen. Maar als je elkaar even goed helpt, dan kom je daar wel doorheen. Teamwork is dreamwork, zeggen ze. Wil je gewicht verschuiven, Stijn? Ja. Teams, goed gedaan. Kips, wat is de uitslag? Ik kan jullie vertellen dat de uitslag heel erg close was. 3 minuten en 32 seconden voor team Wimbledon. En 3 minuten en 37 seconden voor team Marv. Nice. Hey. Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Terug naar de computers dan. Yeah! Let's do that, Dota! Jongens, ter afsluiting heb ik een hele leuke voor jullie. We gaan zo meteen een official spelen. Allebei de teams, één om één. We gaan eerst team Marv hebben, daarna team Wingblade. En wij gaan spelen tegen een Finstack. Haal zoveel mogelijk uit deze game tegen een topstack die al een jaar samenspeelt. Ik wil zien wat jullie hebben. Een official is bloedspannend, want dat betekent dat je tegen een professioneel team strijdt. Ik heb nu al klamme handjes. Iedere weakness die zij van ons gaan exploiten, probeer die zo maar snel mogelijk te erkennen. Probeer er snel mogelijk iets aan te doen. Ja, dan kunnen wij geen Phoenix. Dan hebben ze allebei. De teams spelen om de beurt tegen de Finse pros. Terwijl team Marv zich voorbereidt, kijkt de rest in de tv-kamer mee. Weet jullie wat er gaat gebeuren? Marv heeft denk ik een magere 10% kans om te winnen. 10%? Ja, misschien lager. Ursa, waar willen jullie morgen? Ik kan alvast richting. Oh. Bolden gaat zo pushen. Voor de CK missing, by the way. Zijn ze hier? Mount is. Jullie kunnen bottom laten. Ja. Hij is er weer. Doe. Pak die net in. CK achter jullie. Get out. Kom aan. Lina, dude. Waarom stond ik zo ver? Hoe lang heeft het geduurd? 34. Hoe vond jij het gaan, Marv? Ja, slechter dan ik had gehoopt wel. Gewoon het imago van die mensen gewoon alleen al maakt mensen gewoon al. Ik geef mensen gewoon al zweethanden, weet je wel. Dat is de half of the battle. Het battle is gewoon überhaupt. Ja, dat is heel moeilijk. Hoe hoog schat je de kansen van het andere team nu? Op basis van hoe jullie het nu zelf hebben gedaan? Ik denk dat ze 20 minuten volhouden. 2 top, clockwork en timing. Arcane hoek. Nice. Over 30 seconden. Ja, push die weg maar uit, maar blijf niet ineens staan. Is oké. Ik kom in de beeld van een hex. Ja, gaan we door. Blijf vechten. Ik ga oorlog. Ja, blijf hem. Oorlog. Go. Nice. Kan blijven. Hij zegt je run. Tot zijn jongens. Goed gedaan jongens, dat is mooi toch? Na de laatste challenge heeft Kips genoeg informatie en overlegt zij nog één keer met haar medecoach Moreno. Van de 10 spelers mogen er namelijk maar 5 mee naar het professionele Dota-toernooi in Hamburg, ESL.
Ja, het lijkt me echt ontzettend gaaf om naar Hamburg te mogen. Ik heb nog nooit een toernooi gevolgd. Ik ben nog nooit naar een toernooi geweest. Ik heb het alleen maar online gekeken. Mij lijkt het echt een unieke kans om dat te zien. Je kan handtekeningen krijgen. Je kan gewoon, ja, je kan met z'n allen met een groep van 10.000, 20.000 man daar zitten. Dan kijk je achter de schermen om misschien toch mijn idolen tegen wie ik wel eens speel, maar nog nooit in het echt gezien heb, te zien, te ontmoeten, een hand te kunnen schudden. Goed, jongens. Eind van het weekend. Jullie hebben keihard gespeeld, jullie hebben keihard geleefd, jullie hebben heel weinig geslapen. Maar voor mij, ik ben echt super onder de indruk van hoe jullie de afgelopen paar dagen met elkaar om zijn gegaan, wat jullie hebben geleerd. Maar het is niet aan mij om te bepalen wie er meegaat naar Hamburg. Ik denk dat ik een redelijke kans heb om naar Hamburg te gaan. Maar met dat ik dat zeg, denk ik dat er best wel veel mensen hier gewoon goede kansen hebben. Ik schat mijn kansen redelijk hoog. Ik wil niet te enthousiast. Ik wil dat niet te enthousiast zeggen. Ik wil graag vragen aan Tabi, aan Willy, aan BDN, YDF en Biggie. Kunnen jullie daar gaan staan? Ik vind dat jullie het echt geweldig gedaan hebben dit weekend. Ik ben echt super blij dat jullie erbij geweest zijn. En ik coach jullie allemaal graag nog een keer. Maar helaas zijn jullie wel de mensen die waar het hierbij blijft. En de andere groep gaat mee naar Hamburg. Ja, jongens. Hoe voelen jullie? Hamburg. Ik had gehoopt voor meer natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, het is wel erg lastig om hier tegenop te staan natuurlijk. Met zulke sterke spelers aan de andere kant. Ja. Ik ben al lang al blij dat ik deze ervaring heb mee mogen maken. Dus ik vind het al heel wat zo. Gefeliciteerd. Lekker, dankjewel. Ja. We gaan naar Hamburg toe. Ja, ik ben erbij. Ik ben er echt blij mee. Ja, super tof. Ja, ik had natuurlijk een klein beetje verwacht. Maar je wil nooit voordat het gebeurd is zeggen, ja, ik denk dat ik ga winnen. Want ja. Ja, ik ben erbij. Mooi. Leuk. Gewoon knallen. Doe maar. Dat kan wel. Tik hem aan. Too slow. Oh, oh man. Ijskoud. Oh! Play faster on the network for gamers. Vodafone.